Steenbok, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 2 van 2020. En dat is van maandag 6 januari tot en met zondag 12 januari. Ik zal een kaarten schud voor de Steenbok om te kijken wat deze week gaat brengen. Dan lijkt het Steenbok alsof je niet helemaal durft naar je eigen gevoel te luisteren. Hey, je bent een beetje bang voor de resultaten die gaan komen. Je wil heel graag het stukje zekerheid hebben en houden wat je op dit moment hebt. En toch is het tijd om dingen om te gooien. Toch is het tijd om een andere kant te laten zien. Het is tijd om meer naar jezelf te luisteren. En om het stukje wat een beetje aan het knagen is geweest de laatste tijd, om dat eruit te gooien. Open je hart, open je whatever en zorg ervoor dat je meer naar jezelf gaat luisteren. Want ondanks dat je juist bang bent dat je dingen kwijt gaat raken, ga je juist de juiste dingen aantrekken. En dus er lijkt best wel een wat verandering gaande, maar die is zeker niet slecht. Het is juist een stukje die je heel veel positiviteit gaat brengen. En op het moment dat je echt meer gaat luisteren naar wat je lijf je te vertellen heeft, wat je geest je te vertellen heeft, zul je gaan merken dat je lekker gaat stromen en dat je heel erg goed bent ook om de dingen te gaan verklaren, om met communicatie naar buiten te gaan treden. Dat is een stukje waar je misschien zelfs wel een beetje tegenop ziet, maar wat echt een stuk is wat je heel erg goed gaat doen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.